ons meteen mee naar, dat is West-Vlaanderen geloof ik, Koolskamp. Koolskamp, ja. Daar wordt nogal met de fiets gereden. Ja, het is zeer gekend bij de liefhebbers voor het kampioenschap van... Is het, ja. Nee, voor de beroepsrenners, het kampioenschap van Vlaanderen. Aha. Jij woont en werkt daar? Ik woon in Koolskamp, maar ik werk in Ardooien. Dat is een viertal kilometer daar vandaan. En je werkt in het bankwezen, dus je hebt veel contact met mensen? Ja, regelmatig in contact met de mensen, vooral op baanwerk. Heb je ze verwittigd dat ze vanavond moeten kijken? Nee. Omdat hij nog niet zeker was of het goed zou aflopen. Ja. Maar laten we maar hopen dat je morgen dan aan die mensen kan vertellen van... En heb je het gezien? Het was toch zitten. Ook. Ben je getrouwd? Heb je gezien? Nog altijd vrijgezel. Ja, het is dat je de handen vol hebt met het werk. En wat doe je in de vrije tijd? Vrije tijd, vooral actief en passief voetbal. Oh ja, sport. Ja. Goed zo. Wel, wees hier ook sportief en vooral probeer maar te scoren en veel prijzen binnen te halen. Veel succes, Geert. En dan Annie voor een tweede keer op bezoek. Goedenavond, Paul. Dag Annie. Het spreekwoord zegt, dat weet je wel, het zijn goede geesten die keren. Ja. En je hebt er een rustig weekend op zitten. Enfin, ik hoop het rustig, of niet? Weinig geslapen dit weekend. Dat is uw fout dan, hè? Hoe komt het? Zenuwen. Is dat echt waar? Echt waar. En je zag dan de woordjes vliegen van alles, en bankroepen? Ik zag van alles vliegen. Ik heb uw man toch niet zien vliegen? Nee, die nog niet per geluk. Dat zou kunnen, dat die er van onder trekt. En zou je dus nu gedaan met dat dromen enzovoort. Nee, maar je hebt me ook verteld dat die reis je zo bekoorde. Heb je daar eens over gepraat? We hebben in boeken aan het zoeken geweest. Waar je mee kan en hoe dat er zo bij de cultuur aan toe gaat. Ja. En nou weet je er alles over. Ja, zo'n beetje toch. Het is te hopen dat je een goede reis eraan mag beleven. In elk geval is het proberen. En dan geen semafoon vandaag, maar een ander woord in de superronde. Ja. En hopelijk dan beste succes. Goed, Annie, welkom nog eens en veel succes. En een dame, charmante dame, die er nog bij komt. En dat is Anneke. En met Anneke verhuizen we dan naar Oost-Vlaanderen. En dan zitten we in het Gentse eigenlijk. Ja, in het Gentse. Ik ben afkomstig van Knesler, Walter. Maar en dat is ook op de grens? Dat is de grens van Oost- en West-Vlaanderen, ja. Maar je woont nu in Gent? Ik woon in Gent, in Ledenberg. En ik werk als verpleegster in het rust- en verzorgingstehuis in Sint-Amandsberg. Dat is een kilometer van mij thuis. Dus, ja, dus dicht bij de deur. Ja. En daar ben je elke dag je verzorgd? Daar ben ik elke dag, ja. Elke morgen. Daar zijn er heel wat die meekijken, dat weet ik. Anneke, ik zou voorstellen dat we ze allemaal eens begroeten. Ja, daar dat in onze buurt. Dag. Goed allemaal. Dag allemaal. En vanavond dag. Maak ik er zo een avond van. Goed, en voor jou ook, maak er zo een avond van. Dank u wel. Goed, veel succes aan onze drie kandidaten. Fijn dat jullie meespelen. Ik krijg het rad klaar en dan kunnen we eraan beginnen. Het eerste wat we moeten zoeken is een gezegde... Er zijn in totaal 11 lettertjes en we laten Anneke beginnen. Anneke, succes ermee. Geef maar goede kracht aan het rad. Dan zijn we vertrokken. En we komen op 15.000. Graag de N van Nadine. De N van Nadine en die is er niet bij. Het zal voor Nadine zijn. Annie, het is aan jou. Ja, ja. En de supporters laten haar niet met rust. Ja, we beginnen met 12.000 voor Annie. Oh ja. Ja, ze dacht hier, maar dat is de flipper van Anneke. De thee van Tango. Ja, daar heb je wel geluk mee. Er is één thee bij. Tegen 12.000. Een gezegde. Stop. Ja, geen joker. Wel 10.000 als het lukt. De R van Rudy. Ja, goed. Rudy bezocht je 10.000 frank. En nog eens flink draaien. En nu misschien 20. Ja, 20.000. De K van kilo. Nee, nee. Maar je was zelf niet zeker, hè? Geert, wil jij ook eens draaien? De eerste aanbreng van Geert kan 10.000 frank opbrengen. De D. Ja, dat is goed. Van Dirk. Twee D's. Is 20.000 frank. Ja, ja. Goed gezegd. En het luistert nog ook. 15.000. De B van Bernard. En Bernard brengt 15.000 op. Geert, het is nog niet afgelopen. Hè? Je kan nog geld verdienen. En nog eens draaien? Ja. Ja, ja, dat is goed.
Alleen opletten voor die verliesbeurt nu. Doorschuiven, door. Ja. Ja, goed. En 3000 bovenop. De L van Leo. Leo. Ja. Keurig gedaan. De medeklinkers staan op het bord. En wat is het gezegde? Arbeid adel. Arbeid adel. Goed, ja. In het Latijn klinkt het virtus nobilitat. Mooi, hè? Dat klinkt mooi, hè? Dat klinkt mooi. Arbeid adel betekent eigenlijk het siert de mens als hij werkt, als hij wat presteert. En in de volksmond zegt men ook wel eens, arbeid adelt, maar de adel arbeidt niet. Ze zeggen dat soms. Ze zeggen dat soms. Waarom kan dat toch niet zeggen van iedereen? Dat is het. Dat is het. Want heel wat mensen zijn ook gewone beroepsmensen. Ook in de adellijke wereld. Die een gewoon beroepsleven leiden. Maar ja, men zegt zoveel. 38.000. En jij mag kopen in de winkel. Geert, zeg het eens. Voor 15.000 de videorecorder. Videorecorder, ja. Voor 14.000 de hoge drukreiniger. Goed. Je hebt nog 9.000. En voor 8.500 het sportset. En de sportset. Goed zo. En wat overblijft nemen we mee naar de volgende ronde. Een applausje voor Geert en we kijken naar zijn prijs. Voor 8.500 krijgt u deze sportieve kleuren met de prachtige sportset. Jawel, ook u speelt kampioen op elk terrein. U koos voor een hoge drukreiniger van 14.000. U koos voor een knalgele en knalgoede reiniger voor de tuin, het huis of de auto. En de pracht van een Sanyo VHS videorecorder van 15.000 frank wordt vanaf nu de uwe. Een knap cadeau van belletjes nummer 1 in elektro. U ziet het, uw arbeid adelt, Geert. En we gaan nog een beetje arbeiden. We gaan aan de tweede ronde beginnen. We hebben 50.000 klaargelegd als het hoogste bedrag op dit rad. Zo moet dat ook zijn. En dan is er twee keer een bordje met bankroet en dan dat van joker. En meer dan één prijs natuurlijk. Wat zeg ik? Een winkel vol. Daar kan uit gekozen worden. En er ligt op het rad ook een bordje en daarop staat bonus. Wat betekent dat, Mark? De bonus is nog steeds een exotische vakantie van 9 dagen voor 2 personen... ter waarde van 109.200 frank in Hotel Eatonhall in vol pension op Jamaica. Gezelligheid, reggae en drankjes inbegrepen. Reggae te gekke, Walter. En Annie kan daar al over meepraten, over die bonus. Ze droomt er al van. Goed, we gaan onmiddellijk aan de slag. We moeten een plaats ontdekken. Er zijn in totaal 29 letters. Dat kan dus geld betekenen voor Annie. Die mag beginnen. Zoek de plaats maar op. Annie, daar. Ja, ja, ze gaat nu al met 2 naar Jamaica. Als ze de bonus heeft, kan ze met 4. Ze zijn met 4. Ja, ja. We gaan het proberen. Hè. Voorlopig vasthouden. En voor 9.000, zeg eens wat. De N van Nicky. Ja, hoeveel N'tjes hebben we? Kijk eens, 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Dat is een goede beurt. Je hebt al 54.000. Koop een klinker. Ja, doe dat met de E. De E. Wel, 1, 2, 3, 4 en 5. Mooi, mooie beurt is dat. En nu gaat ze nog eens draaien. Zo zien we het graag evolueren, hè? Dat er geld verdiend wordt en dat we vlug naar de oplossing gaan. 8.000. De D van Desiree. De D, 1 D, dat is het eerste lettertje. Je zit op 52.000. En we moeten een plaats ontdekken. Stoppen aan de 50 misschien? Ja, ja, dat gebeurt ook. 50.000, het hoogste bedrag. De R van Rudy. De R. Dat is jammer. Er is geen enkele, maar ook geen enkele R. En het is aan Geert. Ja, voor de mensen thuis is het ook een beetje een zoekwerk, hè? De plaats die we moeten vinden. Wat wordt het voor Geert? 10.000. De T van Theo. Ja, je hebt met die T 30.000 frank verdiend. En dan maar kijken wat het weer wordt voor de volgende beurt. Zou je ook die 50.000 kunnen halen? Nee, net niet. 15.000. De L van Leo. Ja, 1 en 2. De L van Leo. 60.500. Ik zou graag een klinker kopen, Walter. Welke klinker? De A. De A, die is erbij, hoor. Die is er 1, 2, 3 keer. Mooi gedaan. Je hebt 50.000. Nog een klinker, Walter. Bijvoorbeeld? De O. De O.
eentje. Van die zorg zijn we dus ook af. Nog een klinker, Walter. De I. De I? Ja, waarom niet? 1, 2, 3, 4. En nu gaat hij nog eens draaien. Laat ons maar hopen dat hij ook de oplossing vindt. Een plaats. Doorschuiven nog naar de 20. Ja, gebeurt ook 20.000. De P, Walter? Ja, de P is goed. Aha. We zijn er bijna. De meesten zullen het wel al weten waar we terechtkomen. Maar Geert moet het vertellen. Of iemand anders. Naar de 50 op. Kom aan, door, door. Nog. Net niet. 15. De S van Simon. Dat is ook goed. We zijn er bijna. Er schieten maar 2 vakjes meer over. Zie je het staan, Geert? Weet je het niet? Olala. Laten we hem dan even rustig nadenken. 10.000. De M van Marnik? Goed, ja. De M. Een goede gok is het. We hebben alle medeklinkers. De Nationale Plantentuin in Meissen. Dat is correct, Geert. Ja. Ik denk dat iedereen zijn hart heeft vastgehouden, maar zo knikte van ik weet het niet, ik weet het niet. Ja, en dan zei je toch maar die M van Meissen. Ja, ik had gezien Nationale Plantentuin, maar ik wist niet dat plaats. Ik dacht het eerst dat het 7 was en daarmee dat ik de S eerst vroeg. Nee, in Meissen. En dat is een prachtige tuin. Trouwens, het is een plaats die past vanavond op de vooravond van onze Nationale Feestdag. Dan hebben we onze Nationale Plantentuin in Meissen. Daar zijn, dat is met plantsoenen en met serres en zo. En de planten zijn daar gerangschikt volgens herkomst. Dat is allemaal aangeduid. Educatief heeft dat dus een heel grote waarde. Momenteel loopt daar een tentoonstelling over specerijen. Dat is interessant ook. Hè? Goed, van Meissen weer even de winkel binnenduikelen. En daar mag Geert kopen voor 75.500 frank. Laat eens horen, Geert. Voor 32.000 de kleurentv. Kleurentv. Voor 19.900 de draadloze telefoon. Je hebt nog 23.600. Voor 9.700 de 5 kistjes wijn. Ja. Voor wie? Voor hoeveel bedoel ik? Ja, voor 7.700 de schilderijtjes. Schilderijtjes. En dan heb je nog 6.200 over. En voor 5.000 het cd-pakket. Het cd-pakket. Goed, de 1.200 die overschieten nemen wij mee. En daar beginnen we dan de derde ronde mee. Goed zo, een applausje voor Geert. En kijkers, hier komen ze prijzen. Arcade schenkt u een cd-pakket van 5.000 frank... met een greep uit hun meest succesvolle cd's... waaronder Turn Up The Bass 19 en 20... Van Arsijn krijgt u 3 erg mooie doeken in Engelse stijl. Ze zijn 7.700 frank waard. De 5 kistjes wijn Château Cap d'Or van 9.700 maken al uw etentjes lekker speciaal. De autonome RTT goedgekeurde draadloze telefoon van 19.900 met LC-display... wordt u geschonken door de firma Dectel NV Telecommunicatie. En Philips geeft meer kleur aan uw avonden. Voor 32.000 is dit een 70 centimeter beeldscherm. De 60 selecties, OSD en sleeptimer zorgen ervoor dat u comfortabel zit. Een geschenk van de nummer 1 in elektro. Voilà, een nationale prijzentuin voor Geert. De eerste 2 ronden zitten erop. We maken ons klaar voor de derde ronde. En als we zover zijn, zien we elkaar terug. Graag tot over weinig ogenblikken. Pa, hoe lang moet ik je nog vertellen dat deze Sunlight zeep even zuiver is als je blok Sunlight? Probeer maar. Nee. Wanneer gaat die grootvader van jou eens luisteren? Wat is dat spul? Dat spul, dat is jouw Sunlight zeep in de versie douche. En dan? En dan? Hij is even zuiver en zacht als jouw Sunlight zeep. Probeer maar. Wanneer gaat die vader van jou eens luisteren? Oh, Je koppigheid ben je ook nog niet kwijt. Nieuw Sunlight douche. Door en door Sunlight onder de douche. If heart and heart can be cold and soft, and the wide and tender make the dark surrender, we'll have a magnum affair. Ooh, I feel it melting my way, and I know.
dikke laag echte chocolade. We'll have a magnum affair. Beste meubelliefhebbers, we komen net op tijd voor de finale zolderspringen. De lat ligt intussen op -40% en onze sympathieke Arsène Weva neemt zijn arm op. En hij gaat hoog, mensen. -60%, alsjeblieft. Weer wint Arsène Weva. Meubelen Weva, nu zolder. Wist u dat in één enkel kommetje Allbrand net zoveel vezels zitten als in 1, 2, 10 zemelbeschuiten? Allbrand is van nature bijzonder rijk aan die vezels die uw darmtransit het best bevorderen. Allbrand van Kellogg's, het vezelrijke antwoord op problemen van de darmtransit. Ze heeft hetzelfde aan. Zit het probleem bij uw wasmiddel? Op 60 graden gebruik ik Dreft Vloeibaar. Kijk, Dreft Vloeibaar bevat geen bijtende bestanddelen. Ziet u zelf het resultaat op 60 graden. Dreft Vloeibaar. Niets is veiliger op 60 graden. Schitterend. Over smaak discussieert men niet. Al 106 jaar niet. De Vos Lemons. De smaak van de meester. Ja. 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 Nee. Ja. Passionata lingerie. Omdat vrouwen dolgraag verwend worden. Ja. Het rad ligt klaar, de kandidaten zijn er. We kunnen opnieuw aan het rad draaien voor de derde keer. Drie kandidaten, zei ik, maar één heeft alle prijzen binnengehaald. Dat is Geert. Hij heeft nu 111.800 frank. Hij laat zich niet doen. En straks mag hij nog beginnen aan de derde ronde. En daarvoor hebben we op het rad natuurlijk 100.000 klaar liggen als hoogste bedrag. Twee keer bankroet nog en de verliesbeurt. En dan moeten we natuurlijk denken aan de prijzen. Die staan klaar, die kunnen meegenomen worden. En er is ook nog de reis naar Jamaica, de bonusprijs. Wat gaan we doen? We zoeken een fictieve figuur. Er zijn in totaal 10 lettertjes te zoeken en Geert mag starten, want het is zijn derde ronde. Geert, succes nog. Draai maar. Een fictieve figuur, 10 letters. Ja, ja. Stop. Te laat. Het is te laat. Die 1200 zijn we ook kwijt. En het is weer aan Anneke. Ze heeft nog niet veel moeten doen. Ik los hem maar 1 keer gedraaid heeft tot nu toe. Harry, hop. En dan gaan we dan weer. Wat brengt deze tweede beurt op voor Anneke? We zijn benieuwd. 15.000 frank eventueel. De D van Diane. Dat is zeer goed, want die is er 3 keer. Zo, dat is 45.000 frank. En nog eens draaien, hè. En 15.000? De N van Nico. Ja, ja, de N is erbij. Brengt je bedrag op 60.000. En nog eens draaien. Geef me goed kracht, hoor. Ja. Anneke, zeg eens wat voor 5.000. De K van Katja. Nee, Katja is er niet bij. En dus komen we bij Annie terecht. Annie mag draaien. En we zitten aan 15.000, Annie. De G van Gaston. Dat is heel goed, want die is erbij. En dat helpt ons vooruit, hè. Koop een klinker, de O. De O, ja. 2 O's. En nu heb je nog 5.000 frank. Dat is niet veel, hè? 5.000. Laat ons nu hopen dat er een pak kan bijkomen. Een beetje verder ligt die bonus.
Oh, 5000 kan erbij komen. De B van Bernard. Nee, nee, de B doet niet mee. Bernard doet niet mee. Het is aan Geert. Zal Geert nu weer de oplossing bieden? We zijn... Daar komen de 100.000 aan. Kijk maar. Ja, ja, ja. Ja. Maar, nu komt het. De W van Walter? Ja, Walter is 100.000 waard op dit ogenblik. Mooie score. Ja, 100.000 waard. We luisteren. De hot Wodin? Wodin? Nee, nee, nee. En dus, Anneke. Moet ik nog draaien? Nee. Nee, want we hebben de medeklink. De god Wodan. Wodan, en dat is wel goed. Ja, de god Wodan. Ja, Wodin is niet Wodan, hè. Wodin is niet Wodan. Wodan moet het zijn. Wie is de god Wodan? In welk rijk zit? Bij de Germanen, hè? Ja, ja, maar welke. Wel, bij de Germanen. Ja. Een van de voornaamste Germaanse goden. En net zoals de Romeinse god Mercurius, had hij wat te maken met het dodenrijk. Ze hebben allebei trouwens hun naam aan dezelfde dag gegeven. Hè? Of men heeft hun dag. Wodansdag is dus woensdag. En Mercuriusdag is dus in de Latijnse taal Mercredi. Of Mercuri. Vandaar, de beide zijn zelf. Goed, met de god Wodan stapt Anneke de winkel binnen. En dan mag jij dan kiezen, zeg, om maar twee keer te draaien. Ja, toch. Ik ben al zo blij, Walter. Maar dat geloof, 60.000, hè? Dus wat? Kom aan, vertel eens. De kleuren-tv graag. Van hoeveel is dat daar? Van 24.000. 24.000. Je hebt nog 36.000. Het tapijt van 18.500. Dat zal een mooie plaats krijgen bij jou. Het Je hebt nog 17.500. 17.000. Het uurwerk van 8.000. Het horloge van 8.600. Ja. En nog 8.900 over. Nog 8.900. Dat is dan de schemerlamp. De schemerlamp. Ja, de schemerlamp. 6.900. De schemerlamp. En we hebben nog 2000, dan daarvoor zal ik je graag een check geven. Dankjewel. Mooi dankjewel. Gedaan. Dankjewel. Gefeliciteerd, Anneke. Dat is goed. We gaan eens kijken naar de prijs. Lieve God, u krijgt een chique schemerlamp van 6.900 frank. Het horloge van 8.600 is modisch en van prima kwaliteit. Nog een creatie van het nummer 1 horlogemerk in België. Ongelooflijk, amper 18.500 voor een echt Persisch tapijt van bijna 2 bij 1,5 meter. En u krijgt vanaf nu deze smaakmaker van 24.000 in uw woonkamer. De Grundig kleurentelevisie, een cadeau van de absolute nummer 1 in elektro. Wauw, goddelijke deugden voor Anneke. Drie gelukkige mensen op het eind van dit rad op maandagavond. Zo moet het zijn. De twee dames hebben hun prijzen verdiend. Annie vorige vrijdag en Anneke vanavond. Maar Geert is de gelukkigste. Hij stapt zo dadelijk op naar de superronde met zijn 111.800 frank. Bravo. Afscheid nemen van de twee dames. In de eerste plaats van Annie. Je was voor een tweede keer bij ons na een deugdoend en rustgevend weekend. Maar Annie Magnani. Ken je die? Dat is een Italiaanse actrice. Annie Magnani. Annie Magnani naar de superronde opstappen. Misschien een andere keer dan, hè. Maar nou ben je van de zorgen verlost. En nu heb je al de tijd om rustig eens over Jamaica alles te lezen en uit te kijken. En dan moet je er maar een kaartje sturen als je dank er bent. Je. Doe de groeten ook aan de kinderen en aan de man en aan al degenen die hier rondom je lopen. Bedankt en tot weer ziens. Oh, Anneke, het is nog niet gedaan. Je hebt al die prijzen gekozen voor 60.000. Je krijgt er nog dit bij. En neem dat misschien mee als ze dan tussen het werk in met collega's of zo. Kan je nog eens aan het rad draaien. Maasmechelen, daar moet je ze naartoe trekken. En daar zullen ze je graag verwelkomen. En voor deze check krijg je daar dan nog kleding bij Fashion Point. Goed, dan krijg je er nog bij. Dank je wel, Anneke, tot eens in de Mansberg. Tot ziens. En bedankt voor het meespelen. Dank je. En dan komt nu de grote slag van de maandagavond. De superronde in ons Rad van Fortuin met een super kandidaat. Want je stond er goed voor. Alleen, dat laatste had je nog niet gezien, hè? Ja, dat is... Wodan, je kende die niet. Nee, ik dacht echt dat het Wodan was. Wodan? Ja. Je verwacht misschien met Rodin, maar dat was geen... Ja, dat is een kunstenaar, hè? Ja, hij weet toch alles, hoor. Maar Wodan was niet de sterkste vak. Goed, we gaan proberen een van de drie superprijzen binnen te halen. Welke? Ik zou graag voor de wagen spelen. Want... Ja. Ik kan het me voorstellen, op een maandagavond spelen en dan misschien naar huis rijden met deze wagen. De Daihatsu Charade van 323.600 is een Japanner met een origineel en revolutionair design. Hij is uitgerust met een katalysator. Hier staat het bewijs van betrouwbaarheid en topkwaliteit. De god Wodan staat u bij, Geert.
Laat ons hopen dat we die activiteit ontdekken. Er zijn in totaal 9 letters voor de activiteit. Nu krijg ik van jou 5 medeklinkers, Geert. De R van Rudy. R, ja, Rudy. De N van Nico. Nico. De S van Simon. Simon. De T van Theo. Theo. Nog eentje. En de D van Dirk. En Dirk. En als klinker? De E. De E. Want er zijn er toch een stuk of 4, 5, geloof ik. Ga eens kijken. 2, 3, 4... 4 hebben we er. Ja, dat helpt ons natuurlijk niet veel. Maar we gaan toch zoeken, 15 seconden vanaf nu, een activiteit. Kamperen? Nee. Zoek hem maar. Souperen? Nee. Ja, telkens letters tekort. Nee, het begint met een F. Met een souperen zat er dichterbij. Flamberen. Ja, opdienen met brandende alcohol. Oh, wat jammer. Geen wagen op maandagavond, maar misschien op dinsdagavond toch een andere grote prijs. Als je tenminste morgen terugkomt. Zeker. Uw zinnen? Geen probleem. Goed. Rendezvous dan, morgenavond. Bedankt Doraar, bedankt Dirk en bedankt voor het kijken. Dit was Rad van Fortuin. Afspraak morgenavond, zelfde uur, dan zijn we terug voor Rad van Fortuin. Dat was het. Tot morgen. Bedankt. Jonge verliefdheid. Schelmenstreken en gekibbel tussen buren. Kortom, de levenswandel van de King-familie. Straks in Road to Avonlea na Zorro. Een berichtje eerst nog uit de muziekwereld. Want morgen op onze nationale feestdag staat er wat te gebeuren aan onze Belgische kust. Kijk zelf maar. Dinsdagavond 21 juli bouwen Willy en Jasmin een feest van je welste op de King Beach in Valkenbergen. Met Tony Cabana, Filip Robrecht, Danny en Kelly Fabri, Ringo, Wigbert, Ingeborg, Luc Steno, Petra, Bart Kyle en Helmut Lotti, Wendy van Wanten, Viltura, Clouseau en het optreden van Curtis Tigers. Zo moesten alle zomers zijn, een zee van muziek en zonneschijn. Zo. Samen naar 10 om te zien met de trein hoeft echt niet duur te zijn. Ja, een evenement om zeker niet te missen. Wie Zorro oog in oog wil zien met zijn leraar, moet nu beslist blijven kijken. Uiteraard krijgen we ook een aantal prachtige gevechtsstaaltjes geserveerd.